25 en 26 maart loopt Den Helder warm voor Lekker Wonen. Een beurs met lekker eten en drinken, gecombineerd met alles wat met wonen te maken heeft. We staan bij de organisator van Lekker Wonen. Hoe loopt het tot nu toe? Want we zitten nog op de eerste dag en nog vrij vroeg in de middag. Ja, boven verwachting. We hadden verwacht dat het een beetje rustig zou opstarten en we hadden gehoopt dat het vanavond druk zou worden. Maar het is al heel erg druk, dus het gaat boven verwachting. Kan je iets vertellen van de aantallen tot nu toe? Ja, ik heb net toevallig geteld. We houden alles goed bij, ook voor de brandweer. Dus we zitten nu even bijna op 1500 bezoekers in 3 uur. We krijgen echt hele leuke reacties van zowel bezoekers als de standhouders. Omdat het zo gevarieerd is, gezellig en het is een overdekt dorp eigenlijk dit. Tot hoe lang duurt het nog? Vanavond tot 11 uur. En dan zondag nog? Ja, zondag is het van 11 tot 6. Hoe loopt het tot nu toe hier? Tot nu toe is het al iets drukker dan verwacht. We hadden verwacht dat in de loop van de middag steeds meer mensen komen. Dus, En wat loopt op dit moment het beste bij jullie? Ik denk de tonijn met gamba, tomatengel en krokantje van sesam. Die hebben we wel het vaakst verkocht tot nu toe. Oh, je moet bij de... Heb je al wat geproefd? Ja, zeker. Ik heb de verrassende wrap met zalm en truffel. Die was heerlijk. En nog op zoek naar bepaalde woonaccessoires? Ja, we zijn op zoek naar een nieuwe bank. Een mooie, leren, grote bank voor in de woonkamer. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik moet de helft van de beurs nog zien. Dus dan hoop ik dat ik hem vind. Heeft u al wat uitgezocht? Ja, een schapenvacht. Wat gaat u ermee doen met schapenvacht? Nou ja, die ga ik thuis neerleggen om het een beetje gezellig te maken. Is het echt schaap? Echt schaap. En wat vindt u van de beurs? Leuk initiatief inderdaad. Iedereen heeft zijn best gedaan om de kraam gezellig te maken. En voor ieder wat wils inderdaad. De aanloop is super. Nou, je ziet het, het gangpad is flink vol. En we hebben leuke gesprekken en we verwijzen ze allemaal door naar Damhuis Wonen. Dus, Wat kunnen de mensen hier bij jou doen? Ze kunnen bij mij in de wijnbar langskomen voor natuurlijk een lekker glas wijn, maar ook om advies te krijgen over wijn. Wordt het al veel gedaan? Het is nog vroeg natuurlijk. Ik was best verrast dat de eerste glaasjes al om 12:15 vanmiddag over de balie gingen. En dat waren ook mooie glazen rosé. Hoe kan het anders met het mooie voorjaarsweer wat we nu hebben? Ik vind het heel leuk. Vooral de variatie in het aanbod spreekt ons. Praat ik een beetje namens mijn vrouw, bijzonder aan. Wij staan hier op de beurs om informatie te verstrekken aan de mensen. We verkopen niet echt rechtstreeks iets, maar wel informatie over onderhoudsvrije producten. Isoleren van het dak en de gevel. En dat mensen daar hoop geld mee kunnen besparen. En hebben jullie veel aanloop vandaag al? Ja, valt ons niet tegen tot nu toe. Het is natuurlijk net een paar uurtjes bezig. Maar vanochtend om 11 uur stonden gelijk de eerste mensen al in de stand. En, je ziet toch wel dat de mensen vooraf informatie hebben opgezocht en dan gericht vragen stellen aan ons over de producten. Ik vind het een geweldige beurs en ik vind het ook heel geweldig voor Den Helder. Een mooie promotie is dat. En er zijn natuurlijk ook zaken hier uit deze omgeving. Nou, geweldig. Ik ben er heel blij mee. Volgend jaar weer. Ja, fijn weekend hè. Hoi.